Zojuist waren raadslid Kavish Partiman en pandiet Vikash Tiwari bij mij op bezoek. En we hebben samen een olielampje aangestoken om dit bijzondere feest te vieren. Diwali is het feest van licht, van hoop, geluk, welvaart. Een dag waarop veel mensen de overwinning van het licht op de duisternis vieren. En juist in deze bijzondere tijd van fysieke afstand tot elkaar weten religieuze feestdagen als deze ons te verbinden, ons dichter bij elkaar te brengen. Ik wens iedereen die de komende dagen het feest van licht gaat vieren, in het bijzonder de hindoegemeenschap in Nederland, een ontzettend mooie tijd en een gelukkig lichtjesfeest. Shubh Diwali. De vicepremier De Jonge die is eigenlijk al maandenlang bij ons in het vizier. We zien hem elke keer weer staan en praten over die coronamaatregelen en hoe moeilijk het hier allemaal is in deze coronatijd. Het is een duistere tijd voor ons en ik vond het dan ook gewoon mooi om samen met hem het licht aan te steken op weg naar een mooie lichte toekomst. En van hieruit wil ik natuurlijk iedereen in Nederland een Shubh Diwali wensen.